Wat een enorm circus in het centrum van Breda. Op het chasséveld staan alle 10 bussen opgesteld. We staan nu bij de start en de finish vlak voor het stadskantoor. De Eneco Tour. Een hele grote meerdaagse rittenkoers door Nederland en Vlaanderen is neergestreken in de Baroniestad. Het is hartstikke druk. Wij gaan geen verslag doen van de wedstrijd. Daar zijn andere mensen veel beter in. Wij gaan een beetje sfeer proeven. We gaan eens kijken of Breda wielerminded is. We zijn aan het ontdekken of Breda een beetje wielerminded is. Komen hier vrijwilligers er tegen van Overhakken? Ja, gezellig hè? Magda, heb ik begrepen. Magda, ik doe het koortje dirigeren bij Overhakker. U loopt hier per ongeluk of bent u een beetje wielerminded? Ik woon hier achter, maar ik hou wel van wielrennen. Ik vind het geweldig, ja. Absoluut. Ja. En wat gaat u allemaal doen hier op het terrein? Niet veel, denk ik. Ik ga nou kijken of ik een pitje mee kan nemen bij Eneco. En dan ga ik naar huis. Nee hoor, ik blijf wel even kijken. Nog iets bijzonders met wielrennen? Nou nee, niet direct. Wij vinden het zo leuk dat onze kleinzoon op Boukje Mollema lijkt. Dat vinden we zo leuk. En mevrouw Schaarlakens, een beetje wielerminded? Ja, ik hou van alle sporten. Alle sporten. Ik ben al 9 jaar live bij NAC, seizoenkaarthouder. Ja, een fanatieke supporter. Ik kijk naar het wielrennen, ik kijk naar tennis, ik kijk alle sporten op tv. Ja, wat vindt u ervan dat zo'n grote wielerronde in Breda rond neerstrijkt? Hartstikke geweldig. Ja. Ja, ik vind het een mooi initiatief van Breda. Ja. Wat gaat u allemaal doen hier op het terrein? Nou, kijken. Is er nog een bekende wielrenner, had u wel mee? Ja, Wies van Dongen, die woont bij mij. En dat is een hele oude wielrenner en hij is ook natuurlijk, zal wel aanwezig zijn hier zo, denk ik. Okay. Ja, dat is nog een van de oude wielrenners die nog in leven zijn, zeg maar, in de 80 jaar. En die woont bij u? En die woont bij mij, ja. Hartstikke leuk. Oké. Okay. Dankjewel. Succes. We zijn aan het ontdekken of Breda een beetje wielerminded is. Als je hier op het chasséveld de belangstelling ziet, dan is het antwoord gelijk al ja. Dus we zijn op zoek naar mensen uit de regio. Dag, u beide heren staat bij Shimano te kijken. Ja, dat is toeval. Dat is toeval. Ja. Komen jullie uit Breda? Nee, wij komen helemaal uit Oosterhout naar Breda voor het wielrennen. Voor het wielrennen? Ja. Ja. Bent u een beetje wielerminded? Ik ben wel wielerminded, ja. Ja. Grote fan? Vooral om te zien. Vooral om te zien, ja. Niet om te doen. Waarom? Leuk dat het hier in Breda is, die tijdrit? Natuurlijk is het leuk. Ja. En het is leuk om live te zien, hè, wat er gebeurt hier. Jammer dat het... vorig jaar was het in Oosterhout. Dus, maar ja. Jammer dat het nu in Breda is. Ja, jammer dat het bij jullie is. Ja, maar Breda ligt onder de rook van... Oosterhout, precies. Aan jullie hoef ik niet meer te vragen of jullie wielerminded zijn. Jullie zijn met de fiets gekomen. Ja. En waar komen jullie vandaan? Uit Raamsdonksveer. Ja, we zijn aan het ontdekken of Breda wielerminded is, maar voorlopig zijn vooral de randgemeenten heel wielerminded. Ja, maar Breda zelf ook wel hoor. Ja. Hij is lid van de wielervereniging Breda, die hier in de gemeente zit. Dus, ja. Kijk, jullie zijn uit Raamsdonksveer met de fiets gekomen of achter op de auto en hier uitgelaaien? Eigenlijk achter op de auto. Ja. Stiekem wel. Ja, maar fanatieke fietsers?
Nou, iets minder, maar hij wel. Hij rijdt wedstrijden officieel en zo. Dus wij gaan jou. Wie is jouw grote voorbeeld? Zendik Stiebach. Ja, die staat nou eerst, hè? Ja. Ja. Dus gisteren had jij een goede dag. Ja. Ja. Wat ben je zelf voor een wiel? Mag ik je vragen, hoe oud ben je? 13. 13. En wat voor wielrenner ben je? Ben jij een sprinter? Voor een... Dat moet je nog ontdekken. Ja. Wat maakt wielrennen leuk? Waarom doe je het graag? Ja, het afzien, de kick gewoon, ja. Kun je niet. Ja. Moet je er hard voor trainen? Ja. Zit jij iedere dag op de fiets? Ja, dan niet, maar wel vaak. Ja, oké. Nou, wat is jouw droom? Een profielrenner te worden. De wedstrijd moet nog beginnen, maar wij hebben de winnaars al gevonden. Want die hebben al medailles aan, deze twee. Stel je even voor, wie ben je? Ik ben Levi Schrijver uit Hoornaar. En je bent de vader? Juist, Gerrit-Jan Schrijver. Goeiedag. En jij bent? Duco Schrijver uit Hoornaar. Kilobal gefietst, hè? Ja. Die dikke 9 kilometer. Ja, nou nee. Volgens mij niet. Nee. Naar Kids Ride. Drie rondjes van een kilometer. Je hebt een medaille. Is dat een medaille van gewonnen of van meegedaan? Nee, gewoon van meegedaan. Van meegedaan. Ben je echt een wielrenster? Nee, mountainbiker. Mountainbiker. Kijk, dat is weer een andere tak van sport. Ja. Geniet je hier nou vandaag? Al die bekende wielrenners? Ja hoor. Ja. Wie is jouw idool? Ik weet niet echt. Nee, je hebt niet echt een idool? Nee. Wil jij een professioneel mountainbikester worden? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Kijk eens. Wat is een moeilijke mountainbike? Vooral als je de steile bochten naar beneden en dan gewoon dat je de hangbochten, zeg maar. Ja, de hangbochten zijn het moeilijkste. Gaan we even naar deze jonge man. Hoi, kijk even naar de camera. Je mag even die kant uit. Ook lekker gefietst? Ja. Ging het goed? Ja. Op de racefiets gezeten? Ja. Ben jij een racefietser of een mountainbikester? Net als je zegt. Mountainbikerster. Ja. Wat is er stoer aan mountainbiken? Dat je hoge bergen gaat en zo. En op andere hoge dingen. We gaan even naar de papa toe, zoals ze in Vlaanderen zeggen. Ja. Altijd mee met de kids met zulke dingen? Ja, tuurlijk. Hoort erbij, hè? Waarom zijn jullie hier specifiek naar Breda gekomen? Zowat het dichtst erbij. En we doen het al een paar jaar, dus het is niks vreemds. Gaat u zelf ook nog een beetje genieten? Uiteraard. Schitterend weer, dus we moeten nog meer. En je kunt heel dicht bij de wielrenners komen, hè? Ja, je ziet ze gewoon voorbij gaan. Je kan ze allemaal een hand geven als je wil. We zijn al een tijdje op zoek naar Wielerminded Breda. Nu hebben we het eindelijk gevonden. Angelo staat naast mij. Hoi, goedemiddag. Jij stond net hier te kijken bij, wat staan we ook alweer? Trek Racing. Ja. Jij hoopt het te zien? Ik ben verzot op materialen. Vooral de fietsen en de hoe het allemaal gevormd is en hoe het gemaakt is. Je bent echt een materiaalfreak. Ja, helemaal geweldig. Je hart wel ophalen. Ja. Dus lekker fotootjes maken vond ik bij. Helemaal geweldig. Ja. Je fietst zelf ook een fiets? Ja. En
ook topmateriaal? Nee, was maar waar. Nee. Ik denk dat iedereen zich hier staat te verlekkeren aan het materiaal. Helemaal geweldig, ja. Wat doet een fiets hier zo gemiddeld, denk jij, van een wielrenner? Je praat nou over... euro's? Oh. Nou, 8-9 denk ik. 9000, hè? Zoiets. Ja. Wat ga je allemaal doen hier vandaag? Een beetje rondhangen. We hopen dat we nog een bekende renner tegenkomen natuurlijk, wie weet. Mogen we op de foto, wie zal het zeggen. En natuurlijk zoveel mogelijk foto's nemen en de sfeer opdoen. Helemaal geweldig. Leuk dat het in Breda is, de Ecotour. Maar vroegen wij ons af, is Breda wielerminded? Wij zijn een stukje het parcours opgelopen langs de Singel. Nou, Breda is wielerminded. We komen er helemaal niet bij. Het is hartstikke druk. Komen we hier een paar Bredanaars tegen? Ik ga even door de knietjes. Ja, u bent meneer? Grouwmans. Ja. En u zit in een rolstoel, maar dat is niet permanent. Hè? Maar u heeft een ongelukje gehad? Ik heb een ongelukje gehad met de fietsen. Ja. Ook gevallen en verkeerde manoeuvre. En heup gebroken, sleutelbeen gebroken. Dus, maar dat is alweer... Dus zondag wordt het de vijfde zondag, dus alweer herstellende. Oké, u bent binnenkort weer op de fiets? Ja, zo snel als ik kan. En als het mag, ga ik weer op de fiets op, hoor. Ja, en u had bijna bij ons gewoond, zou ik maar zeggen. Ja, ze wilden mij als revalidatieadres, want ik lag nog in het ziekenhuis en er kwam dus zo'n juffrouw. Meneer, u kent naar het verzorgingshuis, ja. Het Elisabeth zou kunnen, voor te revalideren voor week of zes. Ja. Toch maar niet gedaan. Ik zeg, ik ben heel... Hartstikke goede revalidatieafdeling. Ja, weet ik. Maar ik zeg, ik ben heel goed bekend in het Elisabeth, want mijn schoonvader woont er. Ik zeg, maar daar voel ik me nog iets te fief voor, hoor. Ja. Ik zeg, ik denk op 7 of op 9. Ja. Dat is de revalidatieafdeling, ja. Hè? Nee, dat is allemaal anders geworden, maar dat maakt niet uit. Nee, maar het is een nieuw gebouw, prachtig. En een ander vraagje, Breda wielerminded? Ja, zeer zeker. We hebben ook nieuwe ronden in Breda, de Ronde van het Ginneken, de Ronde van Heusenhout. Dus er wordt veel aan de weg getimmerd. Ja. In het voorjaar hebben we daar bij het industrieterrein daar zo, hebben we allemaal trainingsritten. Dus er wordt heel veel gedaan. Ja. Ga ik even naar uw maat, zou ik maar zeggen. Ook een fanatieke fietser. Ja. Ja, nou niet zo meer. Niet zo meer. Ik fiets nou zo elke week zo in 200 kilometer. Maar dat vind ik toch aardig wat, ik hoor. Ik ben 78. Ja, dat dus mag het, hè? Meer. Met die mannen mag ik niet meer meerijden, maar dan moeten ze wachten. toch een geweldige dag zo, als u dit zo ziet voor Breda. Prachtig, ja. Veel belangstelling. Ja, maar het is ook prachtig. Wielrennen is ook prachtig. Ik kijk liever 2 uur of zondagsmiddag naar het wielrennen dan een half uur naar het voetballen. En ik heb altijd gevoetbald, maar toch, wielrennen dit is. Ik heb zoveel gefietst. Wat die mannen geweest zijn op die bergen in Frankrijk, ik heb alles gedaan. Alles. Ja. Wat is het mooie van zo'n tijdrit kijken? Nou ja, je ziet de renners natuurlijk veel. Ja. Als je dus met een grote groep bent, dan zie je ze voorbij vliegen. En nou kan er dus kijken wie het zijn. Hè. Dan kan, ja, dat vind ik wel leuk. We zijn onderweg met Gediminas Bartol.